als Lisse op bezoek komt bij de Dijk, mag die wedstrijd natuurlijk wel gewoon in Amsterdam worden gespeeld. In tegenstelling tot die bekerwedstrijd tegen Ajax. En hier komt een rode kaart al vroeg in de wedstrijd. We hebben amper een half uur gespeeld. En dan moet Nick Kuipers van de Dijk met rood van het veld. Er wordt nog veel gediscussieerd. Helpt allemaal niet. Rood voor hem. En dus heeft Lisse, dat nog geen wedstrijd wist te winnen dit seizoen, een uur om daarvan te profiteren. Ze hebben nog geen minuut nodig, want de vrije trap die volgt uit die rode kaart gaat erin. Doelpunt is van Boyd Stevens, Verhoeven boos. Hij zit nog niet eens in de kleedkamer, zo snel is de treffer Kuipers. Want de muur doet zijn werk niet, Verhoeven kan er niet meer bij en dus is het 1-0 voor Lisse. Zij hebben natuurlijk ook een bekerverhaal, net als de Dijk. Lisse moet nog strafschoppen gaan nemen tegen Hoek en over strafschoppen gesproken. Hier is er eentje. Alvast een eerste oefening voor die zo merkwaardige strafschoppenreeks die nog moet gaan volgen. En Hoek zal ongetwijfeld meekijken hoe deze wordt genomen. Achter de bal, Rodi van de Putten. En dat lijkt me wel een zekerheidje, ook voor die 5 penalties straks. Prima benut, laag in de linkerhoek. Geen schijn van kans voor Verhoeven. En dan is het bij rust dus 2-0. En gaat Lisse de eerste overwinning van het seizoen boeken. Eén treffer komt er nog bij in de tweede helft. De voorzet fraai, de afronding, nou ja, iets minder. Maar hij zit in ieder geval wel. Rick Bouwmeester scoort. En de Dijk leidt een pijnlijke thuisnederlaag. Maar dat komt natuurlijk vooral door die vroege rode kaart voor Kuipers. Lisse wint voor het eerst dit seizoen in de tweede divisie. En dat doet dat met 3-0 bij de Dijk. En tot zover.